Ik heb voor jullie vandaag een Sinterklaashal. Ja, hoe je moet noemen. Sinterklaashal plus shoplog. Dus laten we dan beginnen. Ik heb de DJI aangezet, DJI Surprise. En heb ik van diegene, van iemand heb ik dus dit set gekregen. Met een body lotion, een douchegel en een body scrub. Dus daar ben ik super blij mee. Want ik heb stiekem geroken en ze ruiken lekker. Dus die, super bedankt daarvoor. Dan heb ik nog wat dingen gekregen. Maar aan de andere kant ook wel weer gekocht. Want mijn moeder had een telefoon geleend en het was nu dus teruggeven of kopen. En ik heb hem dus eigenlijk overgekocht. Dus ja. En daar zitten dus nog een paar spulletjes bij. Die daarbij zijn. Nou, ik heb een nieuwe telefoon gekocht. Dit is de iPhone 4S. Maar ja, het maakt niet uit welke telefoon ik eigenlijk heb. Dus ook al zou ik de iPhone 5 hebben, dat maakt me niet uit. De iPhone 6 zou ik niet echt heel graag willen maken. En dan heb ik nou dit hoesje om. Ik krijg heel veel de vraag van waar heb je die vandaan? Maar dat weet ik niet. Want ik heb alle hoesjes heb ik van mijn moeder gekregen. Dus ja. Dan heb ik deze nog bij. En ik weet toevallig dat mijn broer die ook nog heeft. Dus misschien dat ik binnenkort ga vragen dat mijn broer ook nog hoesjes wegdoet van de iPhone. En dat ik ze misschien kan krijgen. Dan heb ik nog van die flipcase. Die heb ik allemaal van mijn moeder. Deze met steentjes. Hier ook. Nee, klapje. Je klapt hem zo uit. Die heb ik hetzelfde in het roze. En ik heb hem in de paas, maar die is ook een flipcase, maar die kun je gewoon zo open trekken. Dus ja, dat zijn de hoesjes die ik al meteen bij heb. Ik heb ook nog oorbellen gekregen. Er zitten hier twee van nog in de verpakking. De andere heb ik op dit moment in. Die heb ik ook nog gekregen. En dan heb ik nog wat dingen eigenlijk van mezelf voor Sinterklaas gekocht. Want thuis, ja, doen we hem niet echt aan. En ik had nog geld over en zo. Ik denk zo, dan koop ik er maar gewoon wat voor. Als eerste heb ik voor mijn iPhone heb ik deze oplader. Van de Action. Deze was 1,50. Dus ja. Hij is niet zoals de normale. Want die heb ik er ook bij liggen. Dit is de gewone kabel. En ja, natuurlijk deze uiteinde. En ik heb even de... Het opladertje van mijn oude telefoon erin gedaan. Want ik neem hem dan wel eens mee naar school en dan doe ik deze erop. Want ja, stel ik zou dat kwijtraken. Dan ja, weet ik eigenlijk niet wat ik dan nog moet doen. Dan moet ik waarschijnlijk nu halen. Dus dat. Maar deze was dus 1,50. Dan ben ik vandaag nog naar de Action geweest. En dan heb ik nog een paar dingen gekocht. En dat zijn deze oorringen. En deze waren 70 cent. En ja, we hebben met, ja, waar ik was, hebben we nog een Sinterklaas spel gehad. Daarna had ik ook deze oorbellen. Maar dat was dus echt gewoon een stressspel. En die andere lagen er ook bij. En als je mij nog niet goed genoeg kent, ik hou van oorbellen. En dan heb ik nog deze sterretjes. Ik zal ze even uit de verpakking halen. Deze sterretjes die waren 1 euro. En je had er van allerlei verschillende soorten van. Nou, dit zijn de sterretjes. Moet ze even goed doen. Ze zitten niet allemaal goed. Oké, dit zijn dus de sterretjes. Ja, ik vind het super mooi voor de feestdagen, maar ook gewoon om zo te dragen. En zoals ik al zei, die waren 1 euro. En ik heb nog even gewoon, ja, zomaar zijn back to school dingetje. Want het proefwerkweek komt er van mij aan. En ja, ik ben dus nog wel een stresskop op dit moment. En ik had een to-do list, dat is deze. Maar deze vind ik maar niet fijn. Dit maakt niet uit wat erop staat namelijk. Maar ik vind het dus niet fijn hoe deze werkt.
Ook als je ook wel gewoon prima. Maar echt voor de schooldingen en overzichtelijk gebruik ik deze. Die heb ik gisteren gehaald en die was 2,50. Staat hier op to-do. En ik zal even een lege bladzijde pakken. En die ziet er zo uit. En hier heb je ook nog notities. Dus ja, deze vind ik gewoon veel fijner. Want die kun je gewoon openleggen en je kunt zien wat ik nog moet doen. Dus ik vind het echt super fijn. En ik gebruik deze voor mijn blog en voor school. Nee, ik heb er geen twee. Maar gewoon. En deze, ik doe nog wel een soort dingen gewoon thuis qua klusjes. Dan doe ik dat vanaf nu gewoon hierop. En dan kan ik dit bijvoorbeeld op de koelkast zo hangen van. Oh ja, dat moet ik nog doen. En dan ja, is het wat overzichtelijker. Ik heb ook zo één, heb ik ook op de koelkast hangen. Maar dat is echt puur van het leren wat ik moet leren. En dat schrijf ik ook af. En ik heb te leren tot de dag van de SO of Perfect zelf. Dus ja. En dan heb ik nog iets met Sinterklaas gekregen. En dat is dit armbandje. Ik weet dat je die bij de Action koopt. Ik weet alleen even niet voor hoeveel. Maar ik vind hem super leuk. En ja. Hij is ja groen. Dus ja, dit was wat ik heb gekregen en gekocht voor Sinterklaas. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet vooral geen duimpje omhoog te doen. En tot de volgende keer. Doeg!